Hartstikke leuk. Nee. Ik wil niet een slappe lach krijgen, nou hoor. Hartstikke. Hou op, sorry. Ik moet even serieus. Hallo, lieve mensen van het goede leven. Leuk dat jullie kijken. Ik heb het al even aangekondigd in wat vlogs, maar ik wil graag meer video's gaan maken over trouwen. Dus als je niet geïnteresseerd bent in trouwen, zou ik zeggen, klik deze lekker weg. Als je denkt, ik ga ooit trouwen of ik wil er wel meer over weten, blijf dan vooral kijken. Want ik heb vandaag gesprek met mijn wedding planner. Stel je even voor, wie ben je? Ik ben Kajone Rijkaard. Ja. En de wedding planner van Sunny en Jorg. En het is echt super fijn. Het is natuurlijk een luxe om een wedding planner te hebben. Maar wij zijn allebei heel erg druk en we willen ons echt kunnen focussen op, ja, op ons werk vooral. En natuurlijk ook op ons huwelijk. Maar het is voor ons heel fijn om iemand erbij te hebben die zeg maar een paar extra ogen. En kan jij vertellen waarom je eigenlijk wedding planner bent geworden? Dat komt een beetje door mijn familie. Ik kom uit een grote gezellige familie. We hebben altijd feesten en activiteiten. En als er iets werd georganiseerd, kwamen ze altijd bij mij uit. Dus toen mijn nichtje en haar man gingen trouwen, was Gil degene die haar bruiloft mocht organiseren. Want ze werken beide meer dan 40 uur. En ja, aan mij de eer om hun huwelijk te organiseren. En toen dacht je, dit is het. Dit is het. En dat wist ik eigenlijk al heel lang. En dat kreeg ik ook vaak te horen. Ja, want je was stylist, toch? Ja, ik was styliste. En daarna dacht ik van, nee, hier moet ik wat mee doen. Zo ben ik begonnen. Hoe word je eigenlijk wedding planner? Ik denk dat je de eigenschappen moet hebben om goed te kunnen organiseren en plannen. Dat moet je ook leuk vinden. En daarnaast moet je gewoon heel veel lef tonen en ondernemen. Je kan ook een opleiding volgen. Heb jij ook gedaan, hè? Heb ik ook gedaan. Leuk. Ja. En wat iedereen wil weten, wat kost nou eigenlijk een wedding planner? Ja, dat wordt, die vraag wordt heel vaak gesteld. Dat is echt verschillend. Wij werken zelf niet met pakketten, want elk bruidspaar wil natuurlijk, hè, die hebben andere eisen en andere wensen. Ja. We werken met een uurtarief, €60 per uur. En aan de hand van vragen, wat je gaat, een gesprek wat je aangaat met het bruidspaar, dan kom je natuurlijk achter hun wensen en hun eisen. Ja, en dan kom je tot een mooi pakket. Ja, dus bij de een heb je misschien voor een paar honderd euro. Precies. Dat je al op vooral naar het einde toe, zeg maar, ja, naar de bruiloft, ja, naar het einde toe. Naar de bruiloft toe meer helpt. En bij, ja, zoals bij ons ben je meer voor het, van het begin af aan. Ja, van A tot Z. Dus dan, ja, praat je over een compleet pakket. Ja. Dat is ook een andere prijs. Dus het varieert heel erg. Het varieert ontzettend, ja. 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 En wat vind je nou het allerleukste aan wedding planner zijn? Ja, eerlijk, alles. Ik, ja, ja, gaan we, ja, nee, ik tot nu toe, hè, dat zeg ik je eerlijk bij. Tot, ja, nu toe vind ik alles leuk. Ik hou van mensen, dus je bent ontzettend, ja, met mensen bezig. Liefdesstelletjes die je dan helpt om hun droom waar te maken. Ja, het is een heel positief vak, hè? Want kijk, met mensen werken kan je ook in een ziekenhuis of, ja, bij een zorgcentrum. Ja, maar ook. Het is wel altijd helemaal happy, kan ik me voorstellen. Ja, ja, en ik denk ook wel het stukje zakelijk dat je combineert met het creatieve. Dat vind ik ook, dat past ook ontzettend goed bij mij. Dat vind ik heel erg leuk. En de uitdaging. Het is elke keer weer een uitdaging, want geen één bruidspaar is hetzelfde. Iedereen heeft andere wensen, andere eisen. Het is heel veelzijdig. Ik denk dat ik het leukst vind. Ja. Hey, en vind je dan ook, is er ook iets wat je minder leuk vindt aan het werk? Ja, heel eerlijk niet. Tot nu toe gewoon niet. Dus je hebt nooit een bridezilla meegemaakt? Een bridezilla? Nee, een echte bridezilla heb ik nog nooit meegemaakt. Nou, nee. Dan ken je mij nog niet. Nee, dat is helemaal niet waar. Kijk, tuurlijk, Sunny is de een relaxter dan de ander. Ja. Maar ja, ik ben stressbestendig en ik kan goed improviseren. Dus mocht ik ooit een bridezilla krijgen, kom maar op. Die kan ik wel aan. Oh ja, yeah, baby, ja. Yeah. Wat is nou echt het meest romantische aanzoek wat je ooit hebt meegemaakt? Of gehoord in ieder geval? Mijn aanzoek. Aanzoek van mijn man. Nee, dat is niet helemaal eerlijk. Even kijken. Ik denk op vakantie. We waren op vakantie in Venetië. Ja. En er was een stel in een gondel. En op een gegeven moment kwamen er 10 gondeliers om de heen, helemaal omringd. Ja. En begonnen te zingen. Heel romantisch. En toen kreeg ze een aanzoek van haar man. Dat was heel erg mooi. Iedereen begon te applaudisseren. Dus ja, ik denk dat dat wel het meest romantisch is wat ik heb meegemaakt. Oh. En eerlijk gezegd, die van jou vond ik ook heel romantisch. Ja, die, hè? Van jou. Ja, die staat zeker in mijn top 3. Ja. Echt waar? Ja, ja, oh, wauw. Ja, die vond ik ontzettend mooi. Ah, oh, ja, dankjewel. Ja. Gil, heb jij ook nog tips voor brides to be, like me? Iets leuks, een tipje of, ja. Nou, wat een leuk idee is als je 70 date kaart. Wat? Er zit een kat onder de tafel. Wat een leuke tip is als je de uitnodiging gaat versturen, dat je een heel leuk kaartje erbij kan versturen met welk liedje wil je horen op de bruiloft.
Oh, dat je dat aan je gasten vraagt? Ja, dat je dat aan je gasten vraagt. En dan kan je erbij schrijven, als jullie dit liedje draaien, gaan we zeker dansen. Oh, wat leuk. Ja. En dan betrek je ze, dan maak je ze ook een beetje mede verantwoordelijk voor dat, dat het echt een dik feest moet worden. Dat ze moeten dansen. Ja, en dan kan je dan doorspelen naar de band of naar de DJ. Ah, leuk. Ja. Nou, wij hebben nog een hoop werk te doen voordat een bruiloft bent. DJ, oh mijn god, dat moet ik nog allemaal regelen. Goed. Maar het komt goed. Gil, als mensen jou willen vinden, waar moeten ze dan even, en doe even een schaamteloze shout-out naar je bedrijf? Ja, doe maar gewoon in de camera. Mensen kunnen ons vinden op www.rijkaardstyling en events.nl. Oké, hartstikke leuk. Dankjewel. Jij ook.